Oké, daar zitten we dan. Ja. Ik naast de dader van de diefstal van ons beest, Diederik. Mijn eerste vraag is, was het met voorbedachte raden of een spontane reactie? Nee, het was een spontane reactie. Het idee kwam me op toen ik de mascotte bij de doelpalen zag van het gooien. Ik denk, daar moet wat mee gebeuren. Okay. Weet je wel wat het teweeg gebracht heeft in onze vereniging? Ja, dat weet ik goed. Maar het is allemaal goed gekomen, dat weet ik ook gelukkig. En dat was ook de bedoeling achteraf. Maar de grappen eromheen en de mensen die ik gesproken heb, die dachten dat ik het gedaan had en niet konden bewijzen dat ik het gedaan had, daar heb ik nog het meest om gelachen. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar we hebben wel harde tijden gehad voor de verzorgers van dat beest. Want die zaten natuurlijk echt in de problemen. Ja, dat klopt. Maar ik had een goed adres voor het beest. Dat was een man, een zware van mij, die zat op een watergemaal. Slagerij had je toch? Ja, die had ik zelf. Maar mijn zwager had een watergemaal met een stuk weiland. En daar werd het beest enorm goed verzorgd. Hij belde mij door de week op. Hij zegt, Koos, dat beest wil niet eten. Toen heb ik hem gezegd, geef hem maar wat chips en koekjes. Dat is hij gewend binnen je hotel en club daar aan het gooien. Oh, zo denken jullie over ons. Ja. Je weet ook dat we dit jaar 80 jaar bestaan. En hoe lang is het geleden eigenlijk dat het incident heeft plaatsgevonden? Volgens mij is het 45 jaar geleden. Heb ik dacht, ja, ik dacht volgens mij 45 jaar geleden. Ja, het is natuurlijk, de verstandhouding qua rugby is enorm goed. En met gooien zeker ook. Maar dat zijn de grappen die ik tegenwoordig mis. Zo ook de derde helft die ik ontzettend mis bij rugby. Vind ik erg jammer. Dat ben ik volledig met je eens, want je ziet soms hier na de wedstrijd dat tegenstanders nou binnen een kwartier weg zijn. Ja. En dat vind ik niet rugbyachtig. Nee. Als ik dat vergelijk met vroeger in de Naardenvesting, dat wij zeg maar om 4:30 uitgespeeld waren, dan om 7:00 nog stonden te zingen. En dat de vloer helemaal nat was van bier, dat waren toch wel feestenpartijen. En niet te vergeten, het Lustrum Feest aan het Naardenmeer, wat ik ook van mijn leven nooit zou vergeten. In de Valkenveen was dat toch? Ja. Ja. Nee, dat was ook een schitterend feest. Ik denk dat wij zo wel genoeg weten voor onze film op de site. Koos, hartelijk bedankt. Graag gedaan. En veel succes. En ik wens jullie club heel veel succes. En 80 jaar, ik vind het geweldig. Wat een mooie leeftijd. Wij moeten nog een paar jaar gaan voordat we ver zijn. Maar we houden de moed erin. Ja, zo. Dankjewel.